Goedemiddag, dames en heren. Het is mij een waar genoegen om vandaag u iets te mogen vertellen over een langdurige en succesvolle samenwerking waardoor in de afgelopen 12 jaar Amsterdam een unieke plek in de wereld is geworden voor filmerfgoed. Het gaat in het bijzonder om de samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam, met name Mediastudies en de Geesteswetenschappen, en AI Filmmuseum, tot 2010 bekend als het Nederlands Filmmuseum. AI is het Nationale Instituut voor de Film dat internationaal bekend staat voor zijn collectie met 40.000 filmtitels, zijn baanbrekende activiteiten op het gebied van restauratie en digitalisering en zijn bijzondere presentaties. Deze samenwerking heeft een lange geschiedenis, maar het is 12 jaar geleden dat een cruciale stap is gemaakt met het oprichten van de masteropleiding Preservation and Presentation of the Moving Image. Hier staat onderwijs, onderzoek en praktijkgerichte training centraal, met film en audiovisuele erfgoed als object. In dit kader worden per jaar circa 15 studenten, internationale studenten, opgeleid tot curatoren, restauratoren en programmeurs. Er zijn slechts een paar alternatieven of vergelijkbare alternatieven in de wereld, bijvoorbeeld bij New York University en UCLA. Onze alumni werken inmiddels overal in de wereld bij filmarchieven en musea. In 2013 heeft deze samenwerking geleid tot het oprichten van de leerstoel Filmerfgoed en Digitale Filmcultuur. De ideale brug tussen het praktische werk bij AI en onderwijs en onderzoek bij de UvA. Andere activiteiten die dankzij deze samenwerking worden ontwikkeld, uiten onder andere in het organiseren van een jaarlijkse internationale conferentie. En een paar voorbeelden heb ik nu genoemd op deze slide. Vandaag ga ik verder erop in over een nieuwe vak, die is sinds vorig jaar ontwikkeld in het kader van deze samenwerking, met de titel This is Film, Film Heritage in Practice. Bijzonder aan deze collegereeks is dat naast de colleges bij de UvA worden een serie programma's ook in AI aangeboden, waar de onderwerpen die besproken worden in de colleges aan bod komen met vertoningen en gasten. Deze zaalprogramma's zijn ook open voor het algemeen publiek, waardoor de verschillende aspecten van filmerfgoed in een bredere kader worden gezet dan wat typisch in de colleges, de typische wetenschappelijke benadering van de besloten colleges. Laten we nu op een drietal van deze programma's inzoomen om te laten zien de variëteit van de thema's die aan bod komen. In deze sessie maken we een reis door de filmgeschiedenis aan de hand van de apparaten die in de AI-panorama zijn tentoongesteld. Apparaten die gaan van pre-cinema tot en met mobiele telefoons. Deze exemplaar van Tover Lantaarn uit de collectie van AI is een model van Watson & Sons en stamt uit circa 1880. Met een dubbele lens was het mogelijk om visuele effecten te vertonen, zoals in dit voorbeeld. Nou, een bekende beeld van Amsterdam, niet ver hier vandaan. En de visuele effecten typisch van dit soort voorstellingen gaat van daglicht naar nachteffect. Met het Mutoscope-apparaat in het beeldenexemplaar van de American Mutoscope and Biograph Company uit ongeveer 1900 konden individuele bezoekers grote filmboekjes bekijken. Vaak werden de filmboekjes ook als films op een doek vertoond voor het publiek. In deze clip is een voorbeeld van een film uit de collectie van AI, van de Mutoscope Biograph Collectie, een film met de titel Les Parisiennes uit...
Besonder an diesem Film ist, dass es ein von den ältesten Filmen in der Collection von Ay. Der Film ist von 1897 und es ist mit der Hand ingekleurt. Na, inkleuring was eigentlich heel typisch von zwijgende Films, tot en met begin van de geluidsperiode 1930. En een groot deel van de collectie van Ay is ook ingekleurd of getint, getoond. Of met stencils, met schablonen gekleurd. Nou, nu gaan we een stap maken naar Hollywood Studios. Ook in een van de sessies hadden we Grover Crisp als gast. Hij is de hoofd van het archief bij Sony Pictures Entertainment. En met hem konden we een aantal restauraties bespreken die hij en zijn team afgelopen jaren heeft gedaan. Onder andere moet je denken aan titels zoals Dr. Strangelove, maar ook Lawrence of Arabia, Easy Rider en honderden meer. In deze college liet Grover Crisp heel veel voorbeelden zien van voor en na het restauratieproject. En met hem konden we in details het werkproces bespreken. Nou, hier een voorbeeld van voor de digitale restauratie. Nou, het is een bekende scène uit Dr. Strangelove en hier na de restauratie. Maar natuurlijk zou je eigenlijk in bewegend beeld moeten zien om een beetje een beter idee te krijgen. Nou, nu nog een stap naar mijn laatste voorbeeld. Deze laatste sessie, waar ik nu iets graag wil vertellen, ging over de uitdagingen rond het restaureren en presenteren van experimentele films. In gesprek met Anne Gent, de hoofd van conservering en digital access bij Ay, technische en ethische vraagstukken kwamen aan bod over de restauratie van de laatste film van Nicholas Ray. Bekend voor natuurlijk klassiekers als Rebel Without a Cause. De experimentele film We Can't Go Home Again heeft hij gemaakt met studenten, enkele jaren voordat hij doodging. Deze film werd door Ay gerestaureerd in samenwerking met de Nicholas Ray Foundation en de Academy of Arts and Science. Omdat deze film nooit een definitieve versie heeft gekend, biedt hij een ideale case om te reflecteren over de mogelijke restauratie- en presentatiestrategieën van een film die niet binnen de reguliere normen valt. Graag wil ik een fragment van deze film laten zien, met geluid deze keer. I had read of a festival of life being called in Chicago, Illinois. I remembered that in the late 19th century, a governor of Illinois had refused to allow a major political party to hold its convention on the grounds that such a demonstration might incite riots and violence. Within 3 hours after being inside that city, I had been maced and my camera had been smashed. This is the federal court building on trial where men like Jerry Rubin, Rennie Davis, John Freund, in the tweede semester van het nieuwe academische jaar is de collegereeks deze film, Film Heritage in Practice, weer te volgen bij de UvA en in Ay. Met nieuwe gasten, meer recente restauratie- en presentatieprojecten. Nou, misschien zie ik daar iemand van jullie ook komen. Nou, heel erg bedankt voor uw aandacht.